Goedenavond allemaal. Hey, wat een onwijs vette band hebben jullie, zeg. Wat een talenten, wauw. I'm impressed, ik ben onder de indruk. Charlotte, wat een talent heb je om aan binnen te leiden en gewoon de samenzang, het spel met de band. Jullie kunnen echt terecht heel trots zijn. Wat te gek. Geef ze even nog een keer een heel groot applaus. Ja, wauw. Echt zo cool. Ik vind het onwijs leuk om hier bij jullie te zijn vanavond. Op een eiland. Het voelt gewoon heel cool. Ik ga vanavond spreken op een eiland. Het is heel cool. En ik moet gelijk denken aan het liedje van Kinderen voor Kinderen. Van op een onbewoond eiland. Nou, zoals je hoort ben ik ook een beetje hees. Dat is waarom ik ook dit lied net niet zong. Sorry. Maar jullie hebben het onwijs goed gedaan, Bent. Dus dat maakt niet uit. Ik vind het dus heel vet om bij jullie vanavond te zijn. En ik wil vanavond met jullie spreken over karakter en bestemming. Karakter en bestemming. Deze twee woorden ga je vanavond heel vaak terug horen komen. Ik zal me al eerst nog even voorstellen dat ik meegekregen. Ik moet me even voorstellen voor zij die mij niet kennen. Mijn naam is Sarah Benhamida. Sarah hoe? Sarah Benhamida. Dat is een Tunesische achternaam. Ben je niet Joods? Nee, ik ben niet Joods. Mijn vader komt uit Tunesië. Ik krijg heel vaak die vragen. Ik ben 24 jaar. Ik kom uit Katwijk aan Zee. En als werk doe ik dit, spreken en aanbidding leiden sinds september. Ik ben afgestudeerd als maatschappelijk werker. En één dag in de week ben ik betrokken bij Stichting Bright Fame. Ik weet niet of jullie dat wat zegt, maar wij werken in Amsterdam onder de vrouwen die in de prostitutie werken. Wij maken contact met hun en wij geloven dat God een ander plan met hun heeft. Maar als maatschappelijk werker helpen kunnen om een nieuw leven op te bouwen. Allerlei praktische zaken die er vaak geregeld moeten worden. Ook het verwerken van alles. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. Aanbidding leiden, spreken en mijn hart delen met de vrouwen in Amsterdam. Dus dat wie ik ben. En als je nog vragen hebt, dan kom je naar afloop maar even naar me toe. Dan kan je het altijd vragen. Ik ga het spreken over karakter en bestemming. En dat zijn twee onderwerpen die ik echt te gek vind. Ook vooral bestemming. Daar spreek ik ook regelmatig over. Dus als mensen me al wel eens hebben gehoord, zullen ze misschien wat dingen herkennen. Maar ik ben nog nooit hier in deze omgeving geweest, dus lijkt me niet. Ik zie namelijk een onwijze beweging van God in Nederland. En ik heb het voorrecht om op heel veel plekken in het land te komen, nu vooral om aanbidding te leiden en ook om te spreken, gewoon noord naar zuid, van oost naar west. En oost naar westen. Ik kom alle kanten op en ik zie echt een beweging van God. En met name onder de jongeren. En ik voel hier datzelfde vuur. Ik voel hier diezelfde passie. Ik voel ook dat er hier wat gaande is. En niet dat ik de volwassenen buiten kijf laat, helemaal niet. Jullie horen net zo goed bij, maar ik ben voornamelijk bij diensten waar jongeren de leiding hebben. En waar, nou ja, jongerendiensten. En ik zie dat God bezig is. Ik zie dat God jongeren onwijs radicaal maakt. En dat ze zeggen, we willen gewoon alleen maar Jezus achterna. We willen niets anders meer. Het is zwart-wit. Het is radicaal. En of ik nou in een PKN-kerk kom, waar alles heel netjes en gestructureerd is, of dat ik bij hele charismatische stuiterballen ben. Ja, overal is de geest van God zo sterk aanwezig en er gebeurt iets onder jongeren. En het is ook hier. En ik geloof dat hier ook jongeren zijn met een geweldige roeping op hun leven. Echt mensen die zeggen, ik wil ervoor gaan. Het is zwart of wit. Ik hoef niet meer dat halve gedoe. Ik wil radicaal achter Jezus aangaan. Zijn die hier, die jongeren? Yes? Radicaal achter Jezus aan, yes. Ik vind dat echt tof om te zien. En ik geloof dat voor iedereen vanavond hier, jong en oud, God heeft een uniek plan met je leven. Die bestemming waar ik het over heb, dat is dat unieke plan van God. Voor jou, voor mij. Jouw plan is uniek. Er is geen plan hetzelfde als dat van een ander. God heeft als het ware bij je geboorte al een soort zaad in je gelegd, een droom in je gelegd. Van hé, dat is waar ik je voor geroepen heb. Dat is waar ik je voor gemaakt heb. Dat is wat je gaat doen in je leven. Alleen in ons leven ziet het er vaak anders uit. En het is niet helemaal zoals we het bedenken. We hebben ups en downs in het leven. We hebben stormen. We hebben moeilijkheden. En dan denken we, nou, ik weet het niet. Nou, mensen hebben vaak tegen me gezegd, dit kan ik toch niet. Dus het gaat hem niet worden. Of nee, die opleiding gaat me nooit lukken. Want iedereen zei, dat niveau, dat red jij niet. Of mijn ouders zeiden toch al van, jij bent zo dom. Nee, die zangeres is echt 10 keer beter. Dus zingen, dat doe ik niet. Dansen, nee, ja, blessure, dat gaat niet lukken. Het zijn allemaal dingen in ons leven die ons tegenhouden. Maar ik geloof dat God een plan heeft. God een uniek plan heeft. En dat het waar kan maken als jij er ook in gaat geloven. Het is aan ons om dat plan te geloven. Alleen dat plan, dat is vaak niet
dat is eigenlijk niet vaak. Dus sowieso, dat is niet iets vleeselijks of aards, het is iets bovennatuurlijks. Het is iets wat buiten onszelf gaat. Iets wat wij niet zelf kunnen bewerkstelligen. Het is iets van boven. Het is iets groters dan wij zelf. En dat is nou precies waarom wij vaak denken, nou, dat kan ik niet, dat lukt mij niet. Dat gaat mij nooit lukken. Nee, dat is veel te hoog gegrepen. Als kind geloofde je het nog. Toen dacht je nog dat je Miss Universe was. En dan word je ouder en dan kom je in de puberteit. En dan komt een beetje concurrentie in je leven. Er komen wat tegenslagen. En je hormonen gaan werken. En het regent ook ineens heel vaak buiten. En, moeilijk. En dan ineens, nee, lukt het toch niet meer. Maar Gods plan staat vast. Jeremia 29 vers 11 zegt, want ik weet welke gedachten ik over je koester, zegt God. Gedachten van vrede en niet van onheil, om je een hoopvolle toekomst te geven. God heeft een en al positieve gedachten over jou. Als hij jou ziet, ook jou. Als hij jou ziet, dan zegt hij, jij kan het. Je bent het waard. Ik hou van je. Je bent geliefd. Je bent geweldig. Je bent te gek. Mijn plan staat vast. Zijn plan staat vast. Alleen wij falen nog wel eens. En wij zijn wat onstabiel. Maar hoe te gek dat wij een God hebben die staat, die stabiel is. De rots. Yes? Yes. Dat is onze God. Maar er is ook nog een proces van vorming. En dat is dat stukje karakter waar ik over met jullie over wil spreken. Misschien kennen jullie wel Visje. Een soort van de christelijke variant van Loesje. En die heeft er een die zegt, God houdt zoveel van je dat hij je neemt zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Dus God houdt zoveel van je dat hij je neemt zoals je bent. Met al je imperfecties. Maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. En daar wil ik vanavond met jullie over hebben. Dat proces daarnaartoe. Niet het proces naar perfectie. Maar het proces die karaktervorming richting je bestemming. En als we daarover praten mag je best wel in je hoofd even dat vasthouden. Van oké, wat is nou mijn grote droom? Wat zou ik willen worden? En ook als u al 25 plus bent. Als u al wat ouder bent. Ook. Wat was uw plan dan? Ik ben 24, hè? Wat zijn die dromen die u nog heeft? Wat zijn jouw dromen? We gaan de Bijbel even openslaan. Als jullie een Bijbel bij hebben. Dan mag je opzoeken Psalm 1. Wel bekend voor velen, denk ik. Psalm 1. Yes. Ik lees uit de NBG. Misschien sommige andere vertalingen. Psalm 1, vers 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Noch zit in de kring van de spotters. Maar aan de Heere wet zijn welgevallen heeft. En die wet van de Heer overpeinst bij dag en bij nacht. Want degene die dat doet, hij of zij is als een boom geplant aan waterstromen. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Welks loof niet verwelkt. Alles wat hij onderneemt, lukt. Oké. Alles wat hij onderneemt, lukt. Dat willen we toch allemaal? Wij willen toch allemaal die boom zijn, weet je, als stabiel, steady, komt de storm of niet. En wij doen een beetje mee, maar we staan heel relaxed. Vruchten geven en alles wat je onderneemt, dat lukt. Dat is wat wij willen. Maar daar gaat wat aan vooraf. Die man, die vrouw, die is als die boom. Die zit niet in de raad der goddelozen. Die staat niet op de weg van de spotters. Maar die overdenkt het woord van God dag en nacht. En ik geloof dat er hier zulke bomen zijn. En bomen in wording. Er zijn misschien al grote, sterke bomen. Er zijn hier wat kleinere boompjes. Er zijn hier kleine plantjes nog. En er zijn hier misschien nog wat zaadjes. Maar uiteindelijk is dit onze bestemming. En hoe dat ook vorm gaat krijgen. In welke bediening, in welk jasje dat ook is. Het is dat je die boom wordt. Dat je sterk wordt. Dat je vrucht gaat geven. Wij zijn allemaal die boom in wording. Maar mijn vraag aan jou is. Is jouw karakter klaar om zo'n sterke boom te zijn?
Zie je alleen die sterke boom voor je? Sterk, alles wat ik onderneem, lukt, cool. Dat is mijn bediening, daar ga ik naartoe. Of die weg ernaartoe, die groei, dat proces. Wortelen diep in de grond. Wortelen in het woord. Bekend zijn met het woord van God. Groeien. Pijnlijk vaak. Is jouw karakter klaar om je roeping te dragen? Je hebt misschien die grote droom en dat is te gek, hou dat vast. Maar is je karakter klaar om dat te dragen? Je moet het misschien zo voorstellen als een prachtige tuin. Je hebt de hele grond, je hebt een heel groot grondgebied gekregen. Het is van jou. Mag je helemaal inrichten. Je hebt al helemaal ideeën, je hebt een visie van God gekregen. Zo gaat het eruit zien, het wordt een prachtige tuin. Je hebt de zaadjes gekregen, zaadjes in de hand gekregen. Maar je moet die tuin gaan onderhouden. Want als je dat niet doet, dan groeit er nogal wat onkruid. En dan kunnen die zaden zich niet ontwikkelen tot sterke mooie bomen. Tot mooie bloemen. Dus die tuin, jij hebt de verantwoordelijkheid over die tuin. En die tuin is nou precies je hart. Het is je hart. God heeft je hart gegeven, daar heeft hij dromen in gelegd. Maar het is jou en mijn verantwoordelijkheid om ons eigen hart te onderhouden. De Bijbel zegt, bewaak je hart boven alles wat te bewaren is. Want vanuit daar is de oorsprong des levens. Bewaak niet je geld boven alles wat te bewaren is. Bewaak niet je leven boven alles wat te bewaren is. Bewaak niet je kerk, je gezin. Nee, bewaak je hart. Want vanuit daar komt alles. Je gezin, de gemeente, je werk. Komt allemaal voort uit je hart. En er zijn een hele hoop Bijbelse helden. En ze inspireren ons en we vinden ze te gek. En we denken, oh, ik wil net zo worden als die uit de Bijbel. Net zulke overwinningen als die. Later word ik als die. Weet je, we hebben allemaal Bijbelse voorbeelden. Maar veel Bijbelse helden hebben ook een weg moeten gaan. Een karaktervorming, een proces van training, van coaching, van vorming. En ik wil met jullie gewoon even een paar Bijbelse karakters bekijken. Even uitlichten en even naar hun leven kijken kort. Want ook hun zijn gevormd, ook hun zijn getraind. Ook hun moesten getraind worden op hun karakter, zodat ze die roeping van God op hun leven konden dragen. Laten we Jozef doen. Jozef heeft niet echt alleen een soort droom wat hij wil worden, maar hij ziet het echt voor zich in de nacht. Jozef droomt van korenschoven, een keer van de maan en sterren die buigen. Eigenlijk ziet hij zichzelf in het midden staan en alles buigt voor hem en hij ziet eigenlijk in zichzelf al die koning. Maar wat gebeurt er in het hart van Jozef? Hij krijgt trots. Hij wordt het verwende jongste kind. Zo'n beetje zo'n irritante... Je weet wel, toch? Ook ik moet aan mijn karakter werken. Gewoon zo'n verwend ventje. Hij krijgt trots in zijn hart. Vervolgens wordt hij enorm afgewezen door zijn broers. Hij wordt verkocht. Hij wordt in de put gegooid. En dan vervolgens wordt hij verkocht. Nou, de diepste afwijzing dat je eigen broers zeggen... Hoepel op, jou hoeven we niet. Ze zeggen tegen die vader dat hij verwoest is door een dier. Verslonden. Verslinden. Ik ben een beetje half Arabisch. Ik vind het moeilijk. Is moeilijk voor mij. En die Jozef, hè, die krijgt onwijze afwijzing in zijn leven mee te maken. Misschien heb je dat in je eigen leven ook gehad, afwijzing. Dat de mensen die heel dicht om je heen staan, zeggen we hoeven je niet meer. We houden niet van je. We vinden je gewoon verschrikkelijk. Zijn trots wordt gekrenkt. Dan komt hij vervolgens in de gevangenis. Of nou, eerst komt hij bij Potifar en dan Potifera, zo noem ik haar maar. Die verleidt hem. Vals wordt hij beschuldigd. Komt in de gevangenis terecht. En daar moet hij leren om gehoorzaam te zijn aan de stem van God. Hij krijgt uitleg over dromen. En hij gaat die dromen uiteindelijk vertalen. Maar de mensen die hem beloofd hadden van we zullen jou herinneren, die vergeten hem. Dus hij wordt teleurgesteld in mensen. Maar God heeft nog steeds een plan. Gods plan staat vast. Alleen zijn situatie is verschrikkelijk. Nou, uiteindelijk is hij natuurlijk onderkoning. En als zijn broers dan uit Egypte komen, dan zou het een hele logische reactie van Jozef zijn om te zeggen, ah, daar zijn ze. I've got the power. Weet je? Dan ga ik jullie eens even terugpakken. Maar Jozef heeft zo'n proces moeten doorstaan van karaktervorming, van geduld, van training. Zijn trots is gekrenkt. Hij heeft moeten leren om afhankelijk van God te zijn. En uiteindelijk komt hij tot zijn bestemming en kan hij zijn volk voeden. Het volk waar hij vandaan komt, kan hij eten geven. Maar daarvoor moest hij wel echt even door behoorlijk wat dingen heen. Maar Gods plan stond vast. Dit is wat er gaat gebeuren. En inderdaad, zijn broers zouden voor hem buigen. En dat hebben ze gedaan. Want hij was koning.
Nee, Mozes. Jullie kennen vast het verhaal van Mozes wel. Mozes is een soort de enige overlever. Dus al die jongetjes die vermoord worden. En dan Mozes die groeit op in het huis van de farao. Luxe, pracht en praal. De big boy. Maar uiteindelijk moet hij vluchten in verband met moord. Terwijl God toch zo'n plan met hem had. God had toch een plan met hem. Het is toch geweldig om vanuit het huis van de farao het volk te bevrijden. Lijkt me vrij logisch, toch? Ik bedoel, als ik God was geweest, had ik het enigszins zo aangepakt. Maar gelukkig ben ik God niet. Heel gelukkig. God deed het anders. Want God wist van, hey Mozes, er zitten nog wat dingen in je hart waar je aan moet werken. Ik heb een plan met je, maar er zijn nog even wat dingen daar. In die tuin zit nog wat onkruid, wat er even uit moet halen. Mozes vlucht de woestijn in. En daar wordt het dan gewoon een simpele schaapsherder. Eenvoudige man, die stottert. Maar op een gegeven moment, in zijn eenvoud, een ontmoeting heeft met de levende God. Die zegt, maar ik ben en ik ga jou sturen. En vervolgens mag Mozes het volk leiden in bevrijding. Ook zo'n held toch van ons, Mozes, Jozef. Neem het volk van Israël. Die hebben echt letterlijk een bestemming. Kanaan is hun bestemming. Het beloofde land. Ze mogen land in bezit nemen. Dat is waar ze heen gaan. En dan heb je een tocht waar ze 40 dagen over kunnen doen. Doen ze 40 jaar over. Nou, ik deed hier 1,5 uur over. Moet je je voorstellen dat ik dat keer heel veel moest doen. Wow. Een tocht van 40 dagen doen ze 40 jaar over. Omdat ze nog niet in staat waren om hun land in bezit te nemen. Het volk was nog niet in staat om dat te doen wat ze moesten doen. Hun karakter moest behoorlijk aangewerkt worden. Het was in de woestijn dat ze leerden wat afhankelijkheid was. Want ze hadden niets. Het was in de woestijn dat ze moesten leren om gehoorzaam te zijn. Het was in de woestijn dat ze de wetten van God leerden. Het was in de woestijn dat ze leerden dat God altijd zou voorzien. Door middel van kwakkels en mannen uit de hemel. In die woestijn moesten ze getraind worden om vervolgens als helden hun land in bezit te nemen. Hun bestemming in te gaan. Nog eentje. Koning David. Ook zo'n geweldige held. David is ook zo'n klein, niet opvallend roodharig ventje. Niemand ziet hem echt. Er komt Samuel, die komt een nieuwe koning zalven. Al zijn broers worden erbij geroepen, maar David die zit nog lekker in het veld. Afwijzing ten top eigenlijk, weer. En David uiteindelijk wordt erbij gehaald. En David wordt als koning gezalfd. Nou, moet je voorstellen dat, stel je voor, Maxima en Willem-Alexander komen hier aan. En die zeggen, Sarah, wij zalven jou tot koningin. Nou, Max, nou Willy, bedankt. Cool, wauw. En dan krijg ik zo'n eet en ik moet, weet ik het, ik krijg die rode, dat rode kleed krijg ik om, weet je wel. Ik word koningin. Nou, dan zou ik zo staan, zo een beetje wuiven zo. In de naam van de koning. Ja, ik zou helemaal blij zijn. Morgen was ik waarschijnlijk bij de Loods 5 om het interieur uit te zoeken voor mijn paleis. En de dag daarna was ik waarschijnlijk in de PC Hoofdstraat om allemaal leuke jurkjes uit te zoeken voor alle staatsbezoeken die ik had. En leuke hoedjes en zo. Ik had me helemaal opgekleed. Ik had helemaal mijn best gedaan. Ik was gewoon helemaal bezig met mijn bestemming dan. Nou, ik had het wel geweten. Maar David, die wordt gezalfd tot koning en die gaat terug naar zijn schaapjes. Terug naar zijn schaapjes. David, ga je interieur uitzoeken. Je krijgt een paleis, man. Nee, David gaat terug naar zijn schapen. De eenzame, stille, stinkende plek. En er was daar totaal geen contest van wie het mooiste schaap heeft. Of wie heeft het hipste kapsel voor zijn schaap bedacht. Wie heeft het schaap het leukst geschoren. Of welk schaap kan het hoog springen of zo. Er was geen prijs te winnen in die woestijn. Het was hartstikke saai. Maar daar heeft hij wel geleerd om beren en leeuwen te verslaan. In die woestijn heeft hij heel veel liedjes geschreven, psalmen geschreven. In die woestijn leerde David om afhankelijk te zijn van God. In die woestijn groeide en ontwikkelde de relatie met God. In die woestijn leerde hij de stem van God verstaan. En ja, hij zou koning worden. En als je daar tussen je schapen zit, en komt weer zo'n leeuw, oké, leeuw, boe. En dan zit je weer de hele dag met je schapen, een beetje gemekker om je heen. Denk maar niet dat hij je dan zit van, oh leuk, ik ben straks koning. Ik zie het echt voor me, hoe gaan we dit nou voor elkaar krijgen? Dat zag hij echt niet voor zich, denk ik. Maar Gods plan staat vast. Nog één voorbeeld. Staat niet in alle Bijbels, denk ik. Sarah Benamida.
meisje van 24 jaar uit Katwijk. God had haar geroepen om te spreken, om aanbidding te leiden. Maar Sarah die hield liever vast aan de pijn van het verleden. Sarah dacht, joh, dit is me aangedaan, dat is me aangedaan. Dit was moeilijk in mijn leven, dat vond ik verrot. Op mijn zestiende, ik kan wel over ik praten, ging ik naar een bijbelschool. En ik hoorde wat voor plannen God voor mij had. En ik vond het te gek, maar mijn karakter was zo niet klaar daarvoor. Want door de pijn van het verleden, en misschien ken je dat, door de pijn, de dingen die je zijn overkomen, de afwijzing die je hebt meegemaakt, het verdriet wat je is aangedaan, bouw je muren op. Je houdt mensen op afstand. Nou, ik laat er geen mensen dichtbij komen, ze kwetsen alleen maar. Me binden aan mensen, een relatie aangaan met mensen, ze gaan toch weer weg uit mijn leven. Herken je dat? Die gedachten, negatieve gedachten, gedachten van onheil. Dat spreken, er zijn zoveel mensen veel beter. Zingen, ik bereik ik toch nooit. Negativiteit, minderwaardigheid, onzekerheid. En mensen toelaten, tot hier en niet verder. En elke dag had ik zo'n smile, maar van binnen huilde ik. En ik ging naar een bijbelschool en daar werd ik getraind en gedrild om kwetsbaar te zijn. Daar werd mij geleerd van Sarah, wees jezelf. Durf je hart te laten zien. Kom tot herstel. Sarah, verander. Verander je gedachten. Sarah, verander je karakter. Want het is niet altijd heel pretty. En ik moest leren om kwetsbaar te zijn. Om vervolgens weer te kunnen zingen vanuit mijn hart. Om te kunnen spreken vanuit mijn hart. En nu jij, hoe is het met jouw leven? Hoe is het met jouw hart? Laat je je corrigeren door mensen? Durf je getraind te worden door mensen? Durf je leiderschap te accepteren in je leven? Mensen die boven je staan? Volwassene mensen die tegen jou zeggen, probeer het eens op deze manier of pak het eens even zo aan. Luister je naar de leiders van je gemeente? Ook al snappen ze er helemaal niks van, want de liedjes moeten zo en zo en ze moeten wel hard. Luister je naar ze, ook al zeggen hun, we doen het toch op deze manier. Durf je eerlijk te zijn met jezelf? Durf je te reflecteren op je eigen karakter? Hoe staat het ervoor met jouw hart? Als je kijkt naar die droom, die bestemming, hoe is het met jouw karakter? Is jouw karakter in staat om dat te dragen wat God voor jou heeft? Of denk je eigenlijk nog ook heel vaak, ik ben echt niet goed genoeg. Ik zou het willen, maar ik kan dat niet. Ik durf dat niet. Dat niveau is te hoog voor mij. Die opleiding gaat me nooit lukken. Ik raad je aan om de Bijbel te lezen. De Bijbel staat vol met waarheid. En in de Bijbel staat bijvoorbeeld, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Alles. Ik ben meer dan overwinnaar. Je kan bergen verzetten. De Bijbel staat vol waarheden. Je bent geliefd. Je bent kostbaar. Maar wat geloof je? We kijken heel vaak naar de toekomst, maar het begint nu. Het begint hier. En wat ik al zei, het is een geestelijke roeping. Maar wij moeten leren om in dat geestelijke te gaan wandelen. Maar we wandelen zo vaak in ons vlees. Maar ik voel dit en ik wil niet dat. En dit is moeilijk, moeilijk, moeilijk. En het is soms ook zo moeilijk. En het heeft ook zo'n pijn gedaan. Maar ik raad je aan om er doorheen te gaan. Om te leren om te wandelen in de geest. En dan moet je weten wat het verschil is tussen vlees en geest. Dan ga ik je nu niet uitgebreid uitleggen. Ik denk dat we heel vaak grotendeels het verschil weten. Ga maar eens Galaten 5 lezen. En dan zie je het verschil tussen vlees en het verschil tussen geest. Maar die dingen die negatief zijn, dat is vaak vlees. 99%. Positieve gedachten, dat is geest. Er is ook nog een verschil met trots, maar grotendeels zijn die negatieve dingen, die dingen die jou uit je bestemming halen, zijn vlees. En wij moeten gaan leren om te wandelen in de geest, want jouw roeping is geestelijk. Je bent gemaakt om geestelijk te zijn. Geestig, hè? Ja, toch? Ja. Die woestijnperiodes waar we soms doorheen gaan, die periodes van droogte, die periodes van, ik wil daarheen, maar het lukt niet. Die periodes van leiderschap in je leven, die periodes van waarin je gecorrigeerd wordt en waar je steeds tegen jezelf aanloopt, die zijn nodig om in je bestemming te komen. Je moet gevormd worden, zoals klei in de hand van de pottenbakker. God gaat jou vormen tot die mooie vaas. God vormt jou dat je mag blinken, dat je mag schijnen. Maar je moet het wel toelaten om gevormd te worden. En vaak rennen we ervoor weg. We willen niet door die pijn heen. We willen niet zien wat er met ons is gebeurd. We willen niet dealen met die afwijzing. We willen niet vergeven.
Want het is onterecht om te vergeven. Het is niet rechtvaardig. Weet je wat me is aangedaan? Het is heel pijnlijk, maar vergeven is vooral loslaten. En dat is wat ik ook even voel. Ik denk voor sommigen hier. Vergeven doe je niet zozeer om de ander alleen maar alles kwijt te schelden. Vergeven doe je ook vooral om jezelf uit die gevangenis te halen van bitterheid. Vergeven doe je om jezelf los te maken van die ander. Zolang jij niet vergeeft, ben je altijd nog in contact met die ander. En gaat die ander altijd nog je leven beïnvloeden. Want dan zeg je altijd nog, maar weet je wat die persoon mij heeft aangedaan? En daardoor lukt dit me niet. Maar je kan ook zeggen, nu is het klaar. Hij heeft me dat aangedaan en het was heel pijnlijk. Maar kies ervoor om daarvan los te komen. En me niet meer mijn leven niet meer te laten leiden door die dader. Durf je te vergeven, durf je er doorheen te gaan. Om op die plek te komen die God voor je heeft. Ik denk dat jullie Hooglied wel kennen. Het boek Hooglied. Prachtig boek met eigenlijk een heel romantisch verhaal. En waar het over gaat is over twee geliefden, een man en een vrouw, die steeds tegen elkaar spreken, zingen. Heel romantisch allemaal. Heel mooi. Ze proberen elkaar te veroveren. En uiteindelijk, aan het einde van het boek, komt daar de bruid, de vrouw, leunend op haar geliefde uit de woestijn wandelen. Uit de woestijn komt de bruid leunend op haar geliefde. En dat is wat Jezus van ons vraagt. Een verliefd en afhankelijk hart. Hij wil dat ons hart verliefd is op hem. Dat we ons oog richten op hem. Dat we helemaal verkocht zijn door wie hij is. Helemaal verkocht van zijn liefde. Helemaal onder de indruk van hem. En afhankelijk van hem. Dat we afhankelijk van hem uit die woestijn lopen. En ons land in bezit nemen. God vraagt niet van jou om het zelf te doen. Want dan zou het een heel vleeselijk plan zijn. Zou het een hele vleeselijke bestemming zijn. God heeft een bovennatuurlijk plan voor jou. Dat gaat boven jouw eigen kunnen. Dat gaat boven jouw eigen macht. En daar heb je een verliefd en afhankelijk hart nodig. De relatie met Jezus en de vorming die daar plaatsvindt in je relatie met Jezus, in die plekken van droogte. Misschien wel zelfs tijdens je studie dat je denkt, ik weet dat ik dat voor ogen heb, maar ach, die stomme vakken en zo. Dat is de plek waar je gevormd wordt. En durf je dan te dealen met je trots? Durf je te dealen met je onzekerheid? Durf je te dealen met die negatieve kanten van je karakter? Niet dat we streven naar perfectie, want dat is het niet. Maar we streven naar een verliefd en afhankelijk hart. We streven naar dat Jezus helemaal zichtbaar wordt in ons leven. En dat is een lifelong proces. Ik bedoel, het is niet zo van ik doe dat eventjes een paar maanden en dan ben ik klaar. Dat gaat je hele leven lang door. En daarin worden we steeds teruggeworpen op de genade van God. Daarin worden we steeds teruggeworpen op onze afhankelijkheid van hem. We zijn afhankelijk van God. Hij is degene die je vormt. Hij vindt je prachtig zoals je bent. Hij accepteert je met al je falen. Maar hij vindt je te mooi om je zo te laten. En als ik hier kijk en zie hoe enthousiast jullie hier zijn. En wat een geweldige mensen hier zijn. En ik voel me gewoon echt welkom bij jullie. Het is warm hier, ook qua temperatuur, maar ik bedoel, jullie zijn warme mensen. Ik werd hartelijk ontvangen, jullie bent dus te gek. Ik ervaar een passie voor Jezus. Ik zie inderdaad die beweging in Nederland, ik zie die beweging ook hier, dat vuur. Maar ik verlang er wel naar dat de mensen die opstaan, dat het gezonde mensen zullen zijn. Dat we gezond zijn. En we horen vaak verhalen van, we are the next generation. Nou, ik geloof sowieso dat het God de God van generaties is. We mogen de mensen die ouder dan ons zijn dankbaar zijn voor alles wat ze ons leren. De effort en de tijd die ze ons geven. Maar het is heel te gek om profetieën te krijgen of woorden te krijgen van, hé, wij zijn de volgende generatie. Maar het is zo te gek als we een gezonde generatie zijn. Dat we naar onszelf durven kijken. Dat we durven belijden. Dat we durven zeggen, God, ik heb je zo nodig. God, we kunnen het niet zelf. Want dan gaat die beweging van God sterker worden. Want dan wordt God zichtbaar. Dan worden wij niet meer zichtbaar. Ons vlees en al onze dingen die wij zo graag willen. Dan wordt het plan van God in ons zichtbaar. Dan wordt God in ons zichtbaar. Maar durf je eerlijk te zijn met jezelf? Dus durf je je misschien wel te gaan laten leiden de komende periode in die woestijn? Durf je te gaan dealen met die dingen die je vasthouden? Durf je te gaan dealen met die trots? Met die angsten. En het lijkt zo groot. En het is misschien ook echt heel groot. Ik wil er niet aan onderdoen wat je misschien is overkomen. Maar ik geloof in die next step. Ik geloof in het plan van God voor je leven.
God heeft een plan met je en hij wil je klaarmaken. Maar ben je bereid om door die woestijn te gaan? Verliefd en afhankelijk, leunend op je bruidegom, leunend op Jezus, uit die woestijn te komen en je land in bezit te nemen. Ben je er klaar voor? Hoe is het met jouw tuintje? De tuintje in je hart. Ik heb een tuintje. Hoe is het met die tuin in je hart? Hoe is het met het onkruid? Misschien is het goed om even voor een moment onze ogen te sluiten. En neem eens een kijkje in je eigen hart. Hoe ziet het eruit? Zijn er wat dingen misschien waar je mee worstelt? Steeds terugkomende angsten. Die afwijzing. Steeds die woorden van je, dat kan jij echt niet. Blijven ze resoneren. Misschien wel trots, ik doe het wel zelf. Nee hoor, ik kan dit. Is daar misschien die pijn die je weggestopt hebt? Hoe ziet je hart eruit? En kijk nu eens naar die droom. Wat wil je zo graag? Waar heeft God jou voor geroepen? Zie het eens voor je. Zie het eens voor je. En durf grote dromen hoor. Ik schrik er niet van. God helemaal niet. Hij kent je hart. Wat zie je voor je? En nu is die weg ernaartoe. Als je je ogen gesloten houdt, die weg ernaartoe. Hoe kom je daar? In vredesnaam. Kijk eens in de ogen van Jezus. Vraag eens aan Jezus. Heer, wat denkt u ervan? Wat zegt u ervan? Misschien ben je het niet gewend, maar hou gewoon je ogen gesloten. Probeer eens aan Jezus te vragen. Hoe denkt u erover? En vraag maar gerust waarom. Daar schrikt Jezus echt niet van. Waarom, God? Dit zo'n pijn. Hoe dan, God? Ik wil gewoon even een moment nemen om zo te blijven met elkaar en te wachten op de Heilige Geest. Wat hij misschien wil zeggen tot sommigen van jullie. Hou je ogen gesloten, richt je op God. Doorzoek je hart. En laat de Heilige Geest aan je vertellen wat er misschien nog opgeruimd moet worden.